altijd om de... Hey, mama. Superhandige dromen. Hoe mijn naam eruit ziet. Nou, je bovenwoord is je we hebben. Nou, we gaan eens even op voor de monkey. Sipje. Uiteindelijk zijn we uit. Uitzicht. Uit. Dit is het zwembad. Aan tafel. En wij zijn op wereldreis. We zijn in Kuala Lumpur, Maleisië. Maar helaas gaan wij vandaag deze plek weer verlaten. Ja. We hebben hier heerlijk 2 weken onze wereldreis gestart. School opgestart. Een beetje in het ritme gekomen. Kuala Lumpur ontdekt natuurlijk. Ja. Maar het is weer tijd om verder te gaan naar een hele bijzondere plek. We gaan namelijk naar... De jungle! Naar het oerwoud toe. Hè. We gaan overnachten in het oerwoud. Oh ja, daar zijn ook spinnenluusjes. Ja, dat klopt. Ik hou niet van spinnen. Ja, hij houdt niet van spinnen. Nee, hij houdt niet van spinnen. Wie houdt er nog meer niet van spinnen? Lucilla houdt ook niet van spinnen. Oh ja, dat wordt wat, jongens. Dat wordt wat. Mama, jij ook niet. Nee, ik hou allemaal niet van spinnen. Maar het wordt wel een hele bijzondere. Want dit is het oudste een van de oudste oerwouden van de wereld. Ja. Ja, aapjes eten de spinnetjes, ja, dat klopt. Okay. En dit oerwoud is 130 miljoen jaar oud. Dus het is een van de oudste oerwouden van de wereld. En daar gaan wij heen. En we gaan niet alleen heen. We gaan ook echt overnachten in een bungalow. Ja. Midden in het oerwoud. Ja. Dus het is niet te bereiken met een auto. Nee. Het is eerst ook met een bootje naar de overkant toe. Ja, dan moeten we een bootje naar de overkant. Het soort ligt niet aan aan een weg. Nee, dus, inlijken. Ja, die ruikt lekker, jongen. Ja. We gaan jullie meenemen op dit avontuur. Wij zijn best een beetje zenuwachtig daarover. Ja, omdat wij niet weten hoe het... Ook heel veel muggen. Ja, we hebben muggenspray mee en we zijn wel goed voorbereid, dat wel. De taxichauffeur die ons de hele week al heeft gereden, die gaat ons daarheen brengen. Een grote spinnen. Ja, een grote spinnen, ja. Alleen het is nu hier in Maleisië vakantie, dus het is best wel wat druk op de weg, vandaar dat we al vroeg gaan. Normaal gesproken is het ongeveer 3,5 uur rijden, maar nu zei hij ongeveer dat het 5 uur zou rijden zou zijn. Het is over smalle paadjes, bosweggetjes, we weten het niet, we gaan het vanzelf zien. En uiteindelijk komen we dan aan midden in het oerwoud waar we ons bungalowtje gaan ontdekken. En waar we vanavond dus voor het eerst gaan slapen en de oerwoudgeluiden allemaal gaan horen. Even hierheen, een laatste blik kijken in het appartement. Een blik, jongens, dit is dus het appartement waar we ons heel erg thuis hebben gevoeld de afgelopen 2 weken. Dus even één blik waar we zijn verbleven. Dit was dus lekker de woonkamer. We hebben alles alweer een beetje opgeruimd eigenlijk. En dan de keuken, ja, en dan de kids slaapkamers. We waren hier allemaal ook alweer lekker opgeruimd. We hebben alle backpacks alweer gepakt. De taxi staat al klaar. Dus jongens, let's go! Mama, ja? Mama, heb je die koffer gedaan? Heb je die koffer gedaan? Ja. Ja, de schoolkoffer heeft Luusjes daar ook weer neergezet. Dus dit zijn weer alle spullen die we mee gaan nemen. Dus we gaan het vandaag weer allemaal zien. Dus kijk vandaag weer gezellig. We zijn halverwege, het is even tijd om de benen te strekken en de plaspauze te houden. Het is lekker warm, even de benen strekken en een plaspauze.
We zijn uiteindelijk aangekomen met de taxi bij de boot. En die vaart zo meteen daar naar de overkant. Uiteindelijk duurde het gelukkig geen 5 uur, maar ongeveer 4 uurtjes. Laatst hebben we nog even een tropische regenbui gehad. En we hebben allemaal lekker geslapen. En nu gaan we dus met zo'n bootje naar de overkant. Ah, thank you. Kom maar, Lusjes. Oh, ja. Hey, mama. Doe maar high five. Ga je een high five geven? Oh, we zwaaien. Ja, bye bye. Thank you for the ride. It was a nice ride. Kijk, dan is hier het bootje. Lusjes, bij mama blijven. Ja. Ja. Alle bagage erin. Oh, hij wil nog een foto voor zijn TikTok. Ja, yeah, thank you. Ja. Ja. Kom. Zo, zitten, op de rand zitten. Zitten. Ja. Bye bye. Thank you for the ride. Oh, hij brengt ons ook weer naar het vliegveld. Ja. Ja, dit is een soort pendelbootje. Bye bye. Dit is een soort pendelbootje naar het resort. Het resort ligt daar bovenop. En zoals je ziet is daar een trappetje. Dus je kunt daar niet met de auto komen. Vandaar dat hier van die bootjes liggen. Dan gaan we met een bootje naar de overkant. Maar volgens mij is het nog geen half minuutje. Kijk, zo hoep naar de bovenkant. Nou, daar gaan we jongens. Bye bye. Met de boot. Oh, I forgot something. Oh, zijn wat vergeten. Zijn wat vergeten. Oh, die tassen nog. Of niet? Oh ja. Nou jongens, we waren nog een bagage vergeten. Op de voorstoel mag ook nog wat. Is er een rijtje? Waar is het even? Daar. Oh, nee. Kijk. Oh, dat is echt een topchauffeur, jongens. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Nou, nou, dan gaan we weer, jongens. Dat is saai. Nou, dan gaan we, jongens, voor de tweede keer naar de overkant. Bye. Daar gaan we, jongens. Met de boot, Lucius. Oh, kijk hoe mooi. Bergen liggen bij de wolken. En daar ligt het resort. Daarboven. Daar gaan we naartoe. Kijk, ja. Daar komt de boot aan. Ja, daar is het resort. Nou, we zijn aangekomen. Alle spullen weer uit de boot. Nou, niks vergeten nou, jongens. Nou, jongens. Goed zo. Thank you. Nou, daar zijn we dan met al onze spullen. Naar de overkant. Daar kwamen we vandaan. En hier zijn we nu aangekomen. Ja, we reden weg om 10 uur. En het is nu 2 uur. Weet je wat grappig is, jongen? Dan moet je met die bagage, heb je het gezien? Die trap naar boven. Mama, als bagage gaat in de car. Ja, oh, die doet het in de car. Oh ja. Loop maar erheen. Loop maar erheen, schatje. Loop er maar overheen. Ah, please. Loop maar. Put your luggage here. Ah. Ah, dat, ah, dat is slim. We hoeven niet alle bagage te tillen, jongens. Er is een karretje voor. Hallo. Ja, dan gaan we hier naar boven. Kijk, please put your luggage here. Dus daar kun je alle bagage in doen. Goed zo, Lusjes.
Goed zo. Kijk, zetten we hier alles in. Het is een soort treintje wat naar boven gaat. Ja. Loslaten. Ja. Goed zo, Silla. Tas erbij. Deze. Allemaal in het karretje. En fruit. Thank you. En. Ja. Food. Food. Thank you. Ja, schatje. Ja, dit is een treintje. Die gaat naar boven. Echt super handig dat ze die zo'n karretje hebben. Maar volgens mij is het karretje hier bij ons helemaal gevuld. We hebben natuurlijk ook nog extra wat eten meegenomen. Omdat we niet wisten in hoeverre je hier eten kunt halen. Er is hier geen supermarkt of wat dan ook bij de buurt, in de buurt. Dus dat eten zit er ook nog bij. En fruit hebben we hier ook meegenomen van vanochtend. Thank you. Nou, Daniel heeft dus ook nog water meegenomen. Kijk. Van vanochtend. Dus we wisten niet zeker. Ja, ja. Of het kunnen drinken. Ja, weet je wat het is? Als je met 4 kinderen naar de middle of nowhere gaat en je weet niet waar je terecht komt, dan zorg je voor alle noodzakelijke dingen. Thank you. Mama, die kan mee naar hier. Die gaat mee, die gaat naar boven. Ja. Wij moeten lopen met de trap. Nou ja, jij niet. Mama gaat jou tillen. Ja, dan gaat het wagentje naar boven. Oh, super handig. Kijk, gaat hij zo helemaal naar boven toe. Dat is handig. Nou, waar komen we nou weer uit, jongens, op een bijzondere plek? Van de wereldstad Kuala Lumpur naar the middle of nowhere in Taman Negara heet het hier. En het is een oerwoud, een regenwoud. We hebben ook wel gemerkt dat het regent hier 2/3 van de maand. Regent het hier. Dus eigenlijk merendeel regent het hier. Is ook wel logisch, want hier zijn echt ontzettend veel bomen en groen om natuurlijk allemaal te besproeien. Kijk dan even hoe mooi dit eruit ziet. Wauw. Weer een hele andere omgeving. Mooi hè, jongen? Ja. Wat vind je ervan tot nu toe? Eerste indruk? Niet verkeerd. Wel anders, hè? Ja, moet wel. Je moet even, het luxe leventje moeten we even gedag zeggen de komende paar dagen. Ja, dat kan wel zeggen. Ze hebben hier ook geen zwembad. Dat heeft mama allemaal al verteld. Geen speeltuin. Maar volgens mij hebben we wel een heel lekker huisje. En waar we ook zijn ter wereld, dat we ook in ons liedje zingen. Als we maar samen zijn. Ook in het plein. Dan is het wel goed. Ook in het plein. Ja, de bagage ging in de trein. Ja. Oeh. Wauw. Oké. Dit is wat we zien. Nu we boven aankomen. Deze trap hebben we naar beneden gelopen of naar boven gelopen. En hier is het resort. Daar heb je denk ik een restaurant. En de receptie. Hier is de bagage. Komt daar aan. Gaan we eerst even de bagage weer ophalen. Het heeft net heel hard geregend. Dus daarom is alles een beetje nat. Een beetje heel erg nat. Maar het ruikt wel heel erg lekker naar natuur. Oeh. Wel een beetje buiten adem van de klim, jongens. Nou, hierboven wordt er weer voor ons uitgehaald. Hallo. Want we gaan de bagage meteen naar ons huisje brengen. Met dat karretje. Nou, we gaan heel even inchecken, jongens. Om te kijken welk huisje we hebben. Wat is jullie eerste indruk? Het is fijn dat ze hier een karretje hebben voor het bagage. En dat het ook hun naar ons huisje gaat brengen. Ja, dat is inderdaad dat wel is heel fijn. En hoe, ja? Het ziet echt eruit naar de echte jungle. Je ruikt ook de natuur. Je ruikt de natuur. Ik ben ook heel benieuwd hoe het huisje eruit ziet. En wij weten het ook bij een jungle. Ja, het huisje in de jungle. Je remove your soles. Je moet hier even je schoenen uitdoen. Zie je dat? Maar dan blijft het schoon, denk ik, omdat het hier zoveel regent. Hallo. Hallo. Op de blote voeten, jongens. Check in. Thank you. Six. Ja. Ja. Paspoort. Bellenga. Oh, ze hebben ook de schoenen uitgedaan. Dat is lekker hier zo, hè, met de blote voeten. Gaan we hier even inchecken, jongens. Ja, ga maar zitten. Kiekeboe! We hebben ingecheckt. We hebben bungalow nummer 25. Daar gaan we nu heen met het karretje. Daar is het restaurant, vertelde die net. En dat is het enige restaurant wat er is. En daar hebben we ontbijt, zowel lunch als het avondeten. Want je kunt voor de rest ja, wel ergens anders gaan eten, maar met 4 kinderen het water of ergens hier in die
kleine dorpjes gaan rondstruinen. Dat hebben we niet voor gekozen. Laat ik het daarop houden. Dus wij gaan gewoon eten hier bij het resort zelf. En dat is dus daarachter. En nu gaan we eerst op zoek naar de bungalow. Met alle bagage erin. Kijk, dat is handig. Hoeven we dat niet te sjouwen. Nou, we gaan eens even op zoek, kinderen. Ja, hij zei je moet wel de ramen en deuren van je huisje dicht houden, want anders komen de aapjes binnen. Ah, kijk, beware voor de monkeys. En ze stay away from wild animals. Blijf uit de buurt van wilde dieren. Ja, je denkt, oh, schattig aapje, koetje, koetje, woeseltje, pipje. Maar nee, dan kunnen ze bijten. Dus daar niet aankomen. En woeselpip buiten niet. Maar ik bedoel, ze zien eruit zoals woeselpip. Je zou ze willen aaien, maar dat moet je dus niet doen. Nou, hier hebben we de plattegrond. Dit is een beetje het resort volgens mij. Ja, we hebben... Oh, het lijkt precies of die groen is. Waarom is die... Dat is de enige die groen is. Waarom is die... Oh, nee, hier is ook nog een groene. En daar is nog een groene. Dat zijn bungalows. De rest zijn huisjes. Oh ja, dat wil ik ook even bij vertellen. Met het boeken van hier in deze omgeving in Azië, zeg maar, waar niet heel veel kinderen komen, tenminste grote gezinnen met kinderen komen, zijn eigenlijk bbijna geen locaties te krijgen voor 6 personen. Dus als wij hier voor 6 personen zouden moeten boeken, hadden we zeg maar of 3 keer een 2-persoons huisje moeten boeken. Maar dat, dat vinden we niet echt fijn, want dan slapen we niet met z'n allen onder één dak. En aangezien ook bijvoorbeeld Lucilla en Luxie en Lucius, die willen niet zonder mama en papa onder één dak slapen. Die willen niet alleen een huisje. Luan had het misschien nog wel leuk gevonden, maar de rest van de kinderen vindt dat niet zo prettig. En wij eigenlijk ook niet. We vinden het gewoon fijn, een veilig gevoel als iedereen onder één dak slaapt. Het grootste huisje op dit park was een bungalow en dat is voor 4 personen. Dus heb ik ook tegen Daniel gezegd, goh, wat gaan we doen? Gaan we voor 4 personen een huisje boeken en dan nog een 2-personen huisje erbij, dat er echt iedereen een bed heeft? Of ja, zitten we alsnog niet onder één dak? Of gaan we gewoon voor een bungalow en dan slapen we maar even een paar dagen, want het zijn hier maar een paar dagen, even iets wat krapper dan normaal. Maar dan zijn we wel met z'n allen onder één dak. Toen heb ik dus gebeld met het resort en dat was oké. Okay. Schijnt in Azië vaker te gebeuren dat ouders ook wel eens gewoon met 2 kinderen komen en dan boeken ze een 2 slaapkamer, zeg maar, accommodatie. En hebben ze zelf een luchtbedje mee en dan slapen de kinderen op een luchtbedje ernaast. Dat wordt vaker gedaan. En dat is hier in Azië dus niet zo heel erg. En volgens mij in Europa, in Nederland, kan dat niet. Als je dan een huisje boekt voor 4 personen, mag je daar niet met 6 personen slapen. Maar dat mag hier dus wel en ik heb daar dus toestemming voor gevraagd. Dus ik denk, ik zeg het even in de vlog. Als jullie denken, hey, missen jullie een bed? Nee, er was niet meer. Dit zijn de 2-persoonshuisjes. Dan hadden we de 3 van deze moeten boeken. Maar dat vinden we gewoon niet gezellig, aangezien we graag bij elkaar zijn. Dus dan heb je dus, daarna komt dus een 4-persoonshuisje. Dus ik heb een 4-persoonshuisje geboekt. Kijk, daar hebben we het uitzicht naar de overkant. En hier zijn dus nog steeds alle huisjes. Ja. En we moeten op zoek naar nummertje 25, Luusjes. Is papa. Ja, die is met karretje vooruit gereden. Ja. Daar gaan we zo wel ook naartoe. Papa is er al, denk ik. Uiteindelijk zijn we aangekomen bij de bungalow. Dat is deze. Dus hier gaan we naar binnen toe. Schoenen uit. Nee. We doen buiten de schoenen uit. Kijk, net als dat we net deden bij de receptie. Zo. Dan gaan we eens kijken, Luusjes. Ja. Wat ons huisje wordt. Kijk. Wauw. Hé, er is toch wel een tv? Ja. Hé, dat wel. Oeh. Met zelfs nog een trap erin. Oh, jongens. Dit is nog wel wat groter dan ik had verwacht, jongens. Kijk dan. Nee, ik ben een waterkoper. Nee, maar we hebben eten hier bij het restaurant, hè? Oh, daar. Oh, ja. Een koelkastje. Luusjes, kijk dan. Mooi. Nou, daar kunnen we het niet van water in bewaren. Dit is een koelkast. Leuk, ja, hè? En hier kunnen we eten. Ja, heel leuk. Oh, is dit... Oh, jongens, kijk dan. Kan die open? Ja, of course. Ja. Luusjes, gaan we eens buiten kijken, jongen. Kom eens kijken. Oh, jongens. Kijk, oh, dit is het uitzicht. Oh, dit uitzicht. Check dit uitzicht. Wauw. Dit is het uitzicht. Echt letterlijk in het oerwoud, jongens. Zie je dit? Wauw. Nee, hè? Niet omhoog. Nee, we gaan zo even boven kijken. Goed? Heel mooi.
Papa deelt de kamer met Johan en mama deelt de kamer met anderen. Ik lig met alle kindjes lekker dicht tegen elkaar. Maakt niet uit. Ik hoop dat ze zo groot bed hebben als het in Nederland. Nu kan het nog niet zo klein zijn. Dus even kijken, jij moet de deur op slot doen of dicht hoeven de apen, zei die man. Dus komen de apen binnen. En dit is een soort woonkamertje. Dus, propeller hier. Oh, het is heel hoog. Hier kunnen jullie de huiswerk maken. Ik zie jullie al zitten hier. En dit, hoe doen we die lamp aan? Kijk, oh! Wauw! Dit is ook nog echt mooi. Kijk dan. Ik ben perplex, joh. Dit is ook hartstikke mooi. Nee, echt serieus. Ik had het niet zo verwacht. Kijk dan. Dit is toch best wel een groot bed. Oh, dat komt wel goed met twee bedden. Er ligt nog best wel comfortabel aan zo'n groot bed. Dus de badkamer. Kijk, de badkamer. Nee, lekker te douchen. Komt hier even een aapje voorbij. Ja, dat zie je niet echt. Nee, je kan niet kijken naar jouw blote apenbillen. Oh, dat zie je zo. Ja. Leuk. Nou, wat zou er boven zijn dan? Zullen we nog eens even boven kijken? Dit is dus de voordeur. Hier ligt dus al onze bagage. Daar is dan de kamer van papa. Altijd leuk, hè, die huisjes bekijken. Ik ben hier in de tropen. Ja, het is heel heet. Ja, ze hebben een maaier in ieder geval. Het is heel warm. Het ziet er heel regenachtig uit buiten, jongens. Maar het is heel warm. Wel een airco? Ah, ja, airco. Wel een airco. Gelukkig. Wauw. Oeh, die is ook mooi. Kijk dan. En hier de wastafel. Kijk. Met hier ook een douche. Leuk. Kijk, jullie mooi. De deur zo helemaal op slot. Oh ja. Kijk. Wauw. En als je dan wakker wordt, hè jongens. Je kunt trouwens je huiswerk maken. Dan doe je gewoon zo je raam open. En dan zie je gewoon dit. Dit is gewoon je uitzicht. Oh, dus je zult de airco even aandoen. Dan kijk, er hangt wel een airco. Heb je goed gezien, jongen? Ik denk dat hij hierop moet. Kijk, daar gaat hij aan. Goed zo, laat hem maar hangen. Daar staat hij aan. Kijk, daar gaat hij aan. Gelukkig, we hebben hier ook een airco. Nou, moet het goed komen de komende dagen of niet, jongens? Ja. Jawel, hè? Ja, wij gaan denk ik hier slapen, want deze kamer is ruimer. En de badkamer ook, aangezien wij nu met vier zijn en jullie beneden met twee personen. Oh, kijk, dan gaan wij hier slapen, meiden. Kom hier. Oh, uiteindelijk. Lukt het? Oeh, Kus is nog bezig met die bijna, zegt hij. Ik voel hem ook te erger. Oh, lekker. Heerlijk. Het was nog best wel een lange rit in de auto. En we hebben geen file gehad, gelukkig onderweg. Maar... op het einde hadden we wel een bui, een regenbui, en waren heel veel kronkelweggetjes. Ja, dat ik op en neer. Ja, gingen op en neer. Oh, dat is onze kamer. Ja, dat is dus we zijn heel blij dat we hier uiteindelijk aangekomen zijn. En hier blijven we nu totaal vier dagen. Waarvan, vier nachten eigenlijk, waarvan we eigenlijk twee echt dagen zijn. Want het is nu het einde van de dag, dus nu zijn we hier zeg maar. Dan morgen en overmorgen gaan we het leuks doen en dan de dag daarna gaan we weer. Dus eigenlijk twee dagen hier overdag. Ja, ook in Janne. Ja, ze hebben hier ook paraplu's in de kast hangen. Dat is een heel leuk huis. Ja, leuk hè? Jongen, 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 jongen. Ik heb het echt niet verwacht hoor. Nee, hè? Nee. Dit kunnen jullie afvinken op jullie zoekendist. Ja, inderdaad. Slapen in een oerwoud van 130 miljoen jaar oud. Als je 130 miljoen jaar oud bent, dan is het oud. Ja, ja, die kan je ook aan doen. Dan moet je denk ik vervallen. Dan moet je die aan doen. Dan moet je die aan doen. Ja, 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 kijk. Dat is wel lekker. We gaan alles uitpakken, jongens. Alleen de backpacks. Ja, maar als je iets moet hebben, dan moet je onderin iets hebben. Dus dat gaat. We gaan niet op met een backpack. Ik denk dat het een compartiment. Ja, nee. We gaan wel even alles uitpakken. Kijk, hier kunnen jullie. Ja, lekker, jongen. Ja, dat kan. Dan hebben we voor ons doen nog weinig mee hoor. Maar wel, ik zou, we hebben nu eten meegenomen. Al die waterflessen, we hadden fruit meegenomen. Anders hadden we wel minder. Maar we hebben nu gewoon eten meegenomen. Omdat we niet wisten hoe we hier
eten zouden hebben. Maar ik was aan het inchecken en die man zei, je kunt er 's ochtends hier ontbijten, lunchen en avondeten. Hij heeft de tijden even opgeschreven wanneer het kan. Ja. Dus we hoeven helemaal niet voor het eten te zorgen eigenlijk. Gelukkig verse fruit hebben we nog wel meegenomen. Dat was zonde in de koelkast. Ja, dan houden we dingen in de koelkast liggen en dat is dan weer zonde om niet mee te nemen. En we hadden water natuurlijk ook nog over. Dus we dachten, neem het gewoon mee. Ja. Ik moet helemaal mijn backpack naar boven slepen. Je moet inderdaad je hele backpack naar boven. Ja. Ik ga kijken of ik wifi aan de praat krijg. Ja, dat zou wel handig zijn. Ja. Ja. Leuk, Lu? Ja. Het is toch nog wel handig dat we fruit mee hebben genomen, hè? Kunnen ze nou even lekker fruitje eten? Heel veel fruitjes. Ik vind het een leuk, gezellig huisje. Ik vind die deurtjes ook heel leuk met twee van die deurtjes zo waar die open gaan. Dat je het samen open kan doen, hè? Fijn dat er wel airco's in zitten. Ja, dat is inderdaad heel fijn. Ja. Een heel tras voor jezelf en je naar binnen kijken. Nee, we kunnen zo naar de aapjes kijken. Want er wonen aapjes hier. We hebben stroom, we hebben wifi, we kunnen editen, we kunnen thuis gewoon doen. Ja, dit kun je ook open doen. Kijk, want dan kijk je gewoon zo lekker hierheen. Leuk, hè? Zijn we een hele tijd verder en hebben we even lekker gechilled in het huisje. Ja. En hebben we even alles uitgepakt en geïnstalleerd. Ja. Toch? Ja. En wat zijn we nu aan het doen? Ons aan het inspreken voor de muggen en aan het fixen. En voor de muggen inderdaad, want Luxie heeft hier haar muggenspreetje. Want we gaan zo meteen dus na het avondeten ook nog heel eventjes een beetje over het park lopen. Maar in de avond zijn er dus altijd heel veel muggen. Vooral in de ochtend en in de avond prikken de mugjes vooral. Dus we hebben hier allerlei muggenspul meegenomen zonder date. Maar ze ruiken heel erg... Oeh, Luxie. Ik proef het in mijn mond. Ja. Heel erg naar citroen. Heel erg naar citroen. Ja, en dan houden we gelukkig de muggen niet van. Wat is het, jongen? Oh, ik heb je bal. Luxjes, ik heb je bal gevonden. Ja. Komt ie, hè? Kan je vangen? Ja. 1, 2, 3... Bijna! Luan is trouwens zijn weekvlog aan het editen. Dus als jullie dan weer willen zien wat we allemaal hebben beleefd door de ogen van Luan, kun je even op zijn kanaal checken. Daan, is dat maandag? Elke maandag komt hij online op Luan zijn kanaal. We hadden hier trouwens nog wat was uithangen, want dit was nog niet helemaal droog. Nee, en het was ook kreukel. En we hebben wel een beetje inderdaad kreukelkleren. Mama, en dat komt uit de backpack. Dan krijg ik een strijkijzer. Kan je het dan mooi gaan strijken? Dat vind ik een goed idee. Oh, dan moet hij dat natuurlijk ook doen. Oké, nou 1, 2, hoppatee. We gaan even kijken waar het restaurant is. We gaan even rondlopen om te kijken. Even kijken wat voor activiteiten hier te doen zijn voor de komende 2 dagen. Wat we hier zijn. Wat we morgen en overmorgen kunnen doen. Dat kun je vanuit het resort kun je dat boeken. Gaan we gewoon ontzettend genieten van de tijd in het oerwoud. Van alles wat op ons afkomt. Van de rust, vooral de rust en de geluiden uit de jungle. Want buiten hoor je echt al die geluiden van de... Dieren van de jungle. Ja, we hebben geen aapjes nog gespot. Nee, nog geen aapjes gespot, maar ze zijn er dus wel. Ja, misschien komen we zo'n kamerpaar tegen. Ja, maar die mag je niet naar beneden gooien hoor. Nee. Die mag je alleen naar beneden nemen. Goed, en we hebben ook al een hele mooie vogel gezien. Die zit hier net voor. Dat is heel erg mooi. Dus dat, ja, en nogmaals, op de website had ik dus niet gezien. Er waren maar heel weinig foto's van dit huisje. Ik had maar heel weinig foto's gezien. En ik had dus niet gezien dat het best wel een groot huisje was eigenlijk. Dus het is toch wel weer een verrassing.
van wat we hier uiteindelijk aantroffen toen we de deur opendeden. En uiteraard, jongens, zijn we echt ontzettend dankbaar dat we dit met ons gezin mogen meemaken. En dat we ook hier in jullie een klein stukje mogen meenemen met het hele avontuur. Want we toch een beetje een kijkje hoe dat er dus precies uitziet. Ja. Dus we proberen de komende dagen zoveel mogelijk bijzondere beeldjes voor jullie ook vast te leggen. Zodat jullie ook een klein beetje een beeld krijgen wat er allemaal hier te zien is. En hoe dat voor ons... weet je, soms heb ik ook het gevoel dat wij heel overdreven in de vlog zeggen, oh wauw. Maar in het echt is het soms zo overweldigend wat je allemaal ziet en allemaal meemaakt. Ja. Dat je misschien als kijker denkt, nou wat overdreven. Maar zo voelt het ook echt dan, zeg maar. Zo indrukwekkend is het allemaal. Dus ja, genoeg gepraat. Wij pakken de spullen en we gaan op naar het resort. Zoals jullie zien begint het al wat schemerig te worden. We gaan eens even kijken. Oh, we hebben een spelletje op de lens, want het begint een beetje te druppelen. Het is wel mooi wandelen zo, hè? Moet je kijken hoe leuk dat aangelegd is. Al die planten zo. Ja. Dit is wel inderdaad echt het gevoel alsof je in de jungle bent. Ben je ook? Bananenboom. Ja. Kijk jongens, ze hebben hier wel een mini market. Oh, gelukkig. Ja. Hostel hebben ze ook. Ja. Wat is een hostel? Dat is erg een zaal. Ja, dat wilde mama wel, maar dat wilde papa niet. Zullen we even kijken? Kijk, hij is ook nog open ook nog, jongens. Even naar de mini market kijken. Ah. Oh. Inderdaad een heel schattig winkeltje. Nou, je kunt in ieder geval water te koop. Tamanigara, zo heet het hier. Kijk jongens, hier noedels. Oh, hadden we helemaal niet mee hoeven nemen. Noedels, Oreo's. Och jongens. Oh, kijk. Oh. Je fruit inkopen wel, ja. Dat zou hier ook wel heel duur zijn. Omdat het... En ijsjes. En appels, ja. Maar kijk dan op deze, dat is heel anders dan die fruitmarkt die wij kennen van Kuala Lumpur. Ja, dus dat is cool. Het is nog hartstikke goedkoop. Ja? Hier, één flesje cola. Dat is 4, hè? Een halve liter. Is 4, hè? Is 1 euro. Nee, nog goedkoper. Zou ik het je laten zien? Nou, laat zien, jongen. 84 cent. 84 cent, hè? Dat valt inderdaad nog wel mee. Ja. Dat is 4,5. Ja. Chippies, heb je chippies gezien, jongen? Ja, nee, maar we gaan nou eten, schatje. Doe dat maar weer terug. We wilden alleen even kijken. Ja, kijken doen we met hem. Luan, niet pakken. Kom. Ik kom hier sowieso nog aan. Ja, we komen hier wel weer terug. Ja. Bye bye. Nou, in ieder geval een winkeltje. Ja, nee, maar we gaan een andere keer wat halen. We wilden alleen even kijken. Ja. Hey, daar is het zwembad. Grapje. Flauw. Dat was niet grappig. Ah, daar is het restaurant. Leuk, zeg. Ja, en dat restaurant is dus voor en je ontbijt, en je lunch, en je avondeten. Dat is toch gezellig. Je ziet eigenlijk ook iedere keer alle mensen van het resort weer. Want die eten allemaal hier, denk ik. Mama. Ja, schatje. Ja, we gaan ook lekker eten. Kijk, daar is het restaurant. Ja, een kleintje. Een mini market. Kipjes? Ja, kipjes gaan ook. Ja, in dat opzicht, jongens, is Azië wel een van de goedkoopste landen om te reizen. Hey mama, en ik weet uit mijn hoofd. Ja? Als ik naar de supermarkt ga om een halve liter cola fles te halen, is die bij ons in Nederland in de supermarkt 1,75 euro. En hier 85 cent. Ja, en dan zit je in het oerwoud. Ja. Nou, dat valt dan toch wel weer mee. Ja, ja. Ja, dat klopt, jongen. Maar goed, kijk deze dan. Wat is dit? Is dit een banaan? Nee. Wat is dit? Ze hebben al hele grote bladeren. Hele grote bladeren. Ja, ik zie hier echt ontzettend veel grote bomen. Ontzettend veel planten. En je hoort allemaal krekels. Dat is wel echt heel leuk. Nou, hier kwamen we vanochtend of vanmiddag aan. En hier heb je dus het restaurant. Kijk. Het is, daar is het. Ja? Ja. Je kunt ook even hier kijken, schatje. Want je kunt ook hier zitten, denk ik. Of niet? Ja, je kunt pas vanaf 6:30 eten hier. We eten altijd heel vroeg, om 4:30. Dus wij moeten een beetje aanpassen aan het etenstijd van hier. Maar kijk dan, hier kun je ook gewoon zitten. Dat is ook leuk, jongens. Kijk. Kun je hier zo zitten? Of ben je zo met dit uitzicht.
Ja. Ja. Leuk, kijk daar het restaurant. Daar is binnen, het is een buffet, zie je dat? Het is een buffet, ja, dat hebben we voor jou gereserveerd. Ja, oké, er ligt een tijger, Lucius. Luxie. Kijk, hallo tijger. Gelukkig is hij niet echt. Ja? Mooi, dat uitzicht daar. Ja, leuk. Hier kun je dus eten. Ja, oh, het ruikt lekker. Ruiken jullie het eten? Een lange staart is dat, hè, jongen. Ja, en een natte staart. Het is nat geregend. Wie zit er aan mijn staart? Lucius. Nee, hè? Wie doet dat? Wie doet dat? Wat grappig dat ze dit hier zo hebben neergelegd. Ja, nou, doei tijger. Brave tijger. Ja. Kijk, en dat is dus waar we aan, naar de overkant gingen varen toen straks. Nou, gelukkig is hier ook een overvloed aan water, jongens. Dus we kunnen hier ook gewoon lekker water drinken. Ja. Dit zijn de toetjes. Die mogen jullie nog niet zien. De toetjes mag nog niet. Dit is vegetable omelet. Oeh, dat ziet er ook goed uit, jongens. Lekker. Toetjes gemaakt. Wat is dit? Ja? Oh. En de stukjes krijg je daar. Oh, dat zijn de donuts. Oeh, lekker. Ja, dat mag straks een donut. Kijk, dit is dus iets wat de kinderen wel lusten. Dat is gewoon spaghetti met tomatensaus. En dingetjes proberen wat we niet kennen. Rijst. Het is met rijst, volgens mij. Kijk, dit lekkere worteltjes en komkommer staat hier. Ja, we zoeken voor jou even de kipjes. Liefjes wil de kipjes. Dat is... Is die lekker? Ja. Oké, okay, dan pak ik voor jou meer. Oké, okay. Nou, hier kippetjes en plusjes. Zo. Nou jongen, wat vind je ervan? Heel lekker. Vind je het lekker? Goed zo, kerel. Nou, Luxie heeft daar ook de bordje. Lekker, en Lucilla en Luan die zijn nog even bezig. Maar we hebben weer een heel mooi plekje. We mochten hier gaan zitten, jongens. Dat is toch leuk? Ja. Is het lekkere kip? Ja. Ja? Nou, goed zo, jongen. Ja, hier zit je droog. Hey. Ik heb iets verder weg staan. Kijk, hier zitten we nu. En Luan en Lucilla die zijn nog daar bij het buffet hun eten aan het halen. Uiteindelijk zitten we dan gezellig met z'n allen aan tafel. Wie had dat gedacht, jongens? Dat we vanochtend... hier uiteindelijk zouden eindigen. Hier bij mooie resort hier midden in een oerwoud. En ik heb het gevoel dat we deze paar dagen heel gezond gaan eten. Want ze hebben hier echt super lekker eten. Kijk hier, dit heb ik nu op mijn bord liggen. Luan heeft dat. Ja, met verse tomatensaus. Verse tomatensaus. Oh, ik heb ook een soepie, heb ik ook. Ik weet niet wat het is, maar Lucilla heeft dat ook. En Luxie en Lucius hebben daar die kippetjes. En papa die heeft ook weer van alles op het bord liggen. Ik had veel rums, kip en een soort couscous. Echt heel lekker, ja. Dus wij gaan heerlijk overnachten, jongens, in het oerwoud in de komende paar dagen. Gaan jullie mee beleven in de nieuwe vlogs. Maar voor nu zeggen we, vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. En niet te abonneren op het belletje. En dan zie je snel weer in een nieuwe wereldreisvlog. Tot ziens!